En ja, dan nemen we voor nu even kort afscheid, denk ik. Ja. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Zoals je kan zien zitten we niet meer in de zomerse tropische omstandigheden van Zuid-Amerika. Want de laatste vlog die je hebt gezien, die was van Brazilië. Maar we zijn nu echt, nou misschien wel 10.000 kilometer daar vandaan. We zijn namelijk in Canada. Maar voordat we bij dat hoofdstuk komen, eerst een beetje een kleine update van wat er zo is gebeurd de afgelopen maand. Nou, de laatste vlog die jullie zagen, zaten we dus in Brazilië. Vanuit daar zijn we doorgereden naar Uruguay, waar weer bijzonder bezoek kwam. Want Dominics ouders kwamen ons weer opzoeken. Nou, daarmee hebben we de plaats in Uruguay bezocht. We zijn ook naar Buenos Aires geweest in Argentinië. Naar de Iguazuvals. Dat was allemaal super vet. Hebben we niet extreem veel gefilmd. Wel een klein videootje gemaakt. Als je die wil zien, moet je even naar onze Facebook gaan. Kijk even hieronder in de beschrijving. Daar zet ik even een link. En daar moet je ook de komende periode voornamelijk zijn, want daar gaan we namelijk de kortere updates plaatsen. Want nadat mijn ouders weg zijn gegaan, zijn we met onze supermooie Toyota, onze Bolide, teruggereden naar Chili in een paar dagen. Want daar stond namelijk een koper te wachten op onze auto. Nou, ging gelukkig allemaal heel snel, veel sneller dan toen in Australië. Maar het voordeel daarvan was wel dat wij ook heel snel uit Zuid-Amerika konden. Want wij wilden namelijk aan de slag gaan in Canada. En dat heeft ermee te maken dat ons geld toch wel een klein beetje op is na ruim 1,5 jaar niet te hebben gewerkt. Raakt je geld op een gegeven moment op. En daarom hebben wij een werkvisum gekregen in Canada om een jaar te gaan werken. En we zijn van plan om dat iets serieuzer aan te pakken dan de vorige keer in Australië. En daarom gaan we hier dus eigenlijk een tijdje settelen. We zijn dus ongeveer 2 weken geleden aangekomen in Vancouver. En eigenlijk ging dat allemaal vrij soepel. We zijn op zoek gegaan naar banen. Die hebben we nu allebei gevonden. Maar die beginnen pas vanaf april. En vandaag is het nog steeds februari. Een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar we hadden nog een paar weken overbrugging nodig qua geld. En daarom zijn wij nu in Silver Star Mountain. Heb je vast nog nooit wel gehoord. Wij ook niet, om eerlijk te zijn. Het ligt iets ten noordoosten van Vancouver. Zeg ik dat goed? Noordoosten. En dat is eigenlijk een ski-resort met allemaal skipistes. Verklaart ook de sneeuw achter ons. Het is er elke dag ongeveer min 5, min 6 op het moment. En hier kun je dus heel veel skiën en snowboarden. Kunnen wij niet. En daarom zijn wij voornamelijk te vinden in de bakkerij waar wij 7 weken wat doen we eigenlijk? Dingen verkopen, broodjes bakken, koffie maken, alles eigenlijk. En dat verklaart de achtergrond eigenlijk. Ja, en we hebben hier trouwens ook alweer een auto gekocht. En die ga je vast ook nog wel zien op foto's en op beelden die we later gaan maken. We zullen iets minder gaan vloggen. Veel minder gaan vloggen dan wat we de afgelopen paar jaar hebben gedaan. Want om nou elke week te laten zien wat we aan het werk zijn, dat is ook niet echt heel interessant om te zien. Dus volg vooral onze Facebookpagina voor alle updates. Ja, en blijf ook vooral geabonneerd als je dat nog niet bent. Doe dat eventjes, want dan krijg je waarschijnlijk vanzelf een melding of je ziet ons zo in dat overzicht voorbij komen van wanneer we wel weer een nieuwe video hebben geplaatst. En dan nemen we voor nu even kort afscheid, denk ik. Ja, het voelt een beetje gek. Het is trouwens het voelt wel gek eigenlijk. Na zoveel vlogs die we hebben gemaakt, bedankt voor alle keren dat je hebt gekeken naar onze video's. Onze wereldreis hebt gevolgd de afgelopen bijna 3 jaar. En mochten we weer gaan beginnen, wat we waarschijnlijk wel weer gaan doen. Want misschien na dit jaar gaan we wel weer reizen. Wie weet, weten we allemaal op dit moment niet. Maar dat komt dan allemaal op deze YouTube pagina. En voor nu, tot ziens. Tot de volgende vlog. Doeg.